Hey, hallo allemaal. Welkom bij weer een algemene tarot reading. Heel snel na die laatste. Maar deze zal dan ook een vervolg zijn op de laatste. Blijkbaar is er een extra boodschap nodig. Want er is weer een extra gevaar dat, je wordt gewoon weer getest. En dan komt, dit is eigenlijk weer die persoon die altijd wil winnen, heel egoïstisch is, narcistische kenmerken heeft en wil winnen. Dit is heel erg de spiegel voor de machts. De regeringsleiders nu. Maar het is ook altijd een spiegel voor om te kijken in je eigen privéleven. Want als jij in de buitenwereld probeert, de machtshebbers die het volk aan het misbruiken zijn, ten val te brengen. Maar jij bent zelf niet in staat om in jouw eigen privéleven de tirannieke invloed ten val te brengen, dan is dat allemaal nog collectief karma en dan blijft het allemaal doorgaan. En dat geldt voor de mensen die een hoog bewustzijn hebben en die magier kunnen zijn. Dat zijn die 10% mensen die dus dienstbaar kunnen zijn en een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van die wereld. Hè? Om daar langzaam naartoe te worden geleid. Maar nogmaals, als je het niet in je eigen privéleven kunt, snap je? Dan wordt het schijnheilig om te proberen die machtshebbers ten val te brengen. Of daar die waarheid te exposen. Kijk, want waar het om gaat is allemaal geld. Hè? De mensen met narcistische kenmerken, laten we het nou over de machtselite hebben. Hè? De machtselite die nu in gevecht is met de creatieve elite. Ja, en de creatieve elite is die 10% spirituele mensen die het potentieel hebben om verandering te brengen door voor de bron te werken, voor het licht te werken. Ik ben nu kwijt waarom ik dit wou zeggen, maar dat komt dan nog wel weer terug. Ja, kijk, want hier gaat het om. Oh ja, dat wou ik zeggen. Daarom, dankjewel. Want het gaat er allemaal om dat de machtselite zit op hun geld. Hè? Het gaat hen om macht, maar ook geld. Zij willen alles behouden, zij willen alles bezitten. Als zij alles bezitten, kunnen ze anderen onder controle hebben. En de vrije wil schenden en dus macht en controle uitoefenen. Maar als je dat in je privéleven hetzelfde thema speelt. En daarom kreeg ik ook een kaart wat nog niet geleerd is, herhaalt zich. Wat nu wereldwijd zich afspeelt, is een spiegel voor ons zelf, ons eigen leven. Kijk, en het heeft hiermee te maken met misleidingen, met slangengedrag, maar ook met geld, op geld belust zijn en alles te willen houden wat je hebt vergaard. Komt hij alweer naar voren. En als je daar bovenop zit, dan doe je hetzelfde als de machtselite. En hoe kun je dan als lichtwerker werken om die machtselite ten val te proberen te brengen? Dan kun je zeggen, dat is dan wat zij doen is veel erger. Want er is een hele volk, heel volk bij betrokken. Ja, dat kan wel zo zijn, maar daar gaat de goddelijke waarheid niet om. Daar gaan de lessen op aarde niet over. De lessen op aarde gaan erover dat karmische manifestaties worden gezien. Ook collectief. En dat we nu
dat we nu met een machtselite zitten die dus voor hebzucht gaan en met de buiten vandoor wil, want daar gaat het hier om. Als dat een spiegel is voor de mensen in het collectief van hebzucht, dan is dat wat wij collectief ook hebben gemanifesteerd. Dus moeten we het in ons eigen privéleven verandering aanbrengen. Nogmaals, anders ook al zou je 100.000 volgers hebben, dat je met podcasts en met shows of met je lichtwerk van alles wil doen. Hè, om maar de waarheid te exposen en al dat soort dingen. Dat is allemaal wel, dat lijkt dan allemaal wel het lichtwerk. Maar nogmaals, als je het zelf niet toepast op je eigen leven, dan snap je niet hoe dat met karmische manifestatie zit. Met de mensheid, want wij zijn één, wij zijn allemaal met elkaar verbonden. En wij hebben het, zo moet je het ook zien. Niet, kijk, als jij alleen maar de machtselite als slechterik ziet, of de regeringsleiders als slechterik ziet, omdat zij op hun geld zitten, ja, dan zie je het dus niet goed. Want het is de spiegel, je doet het zelf ook. Kijk, maakt niet uit of jij op 3000 euro zit, of de ander op 2 miljoen, of die op 100.000. Als je er bovenop zit en je maakt niet de juiste keuzes op basis van de goddelijke wil, is het exact hetzelfde. En als die 10% elite, de creatieve elite, die dus hier geïncarneerd is om verschil te maken en voor de bron te werken, dat die dat niet in het klein, in hun eigen privéleven, standvastig kunnen zijn en echt voor de goddelijke leiding kiest. En dat is dus nooit voor vasthouden aan geld, bezittingen, et cetera. Ja, dan heeft dat hele lichtwerk geen zin. Dan kunnen we nog jaren doorgaan. Dus, tweede leidraad. Dat was deze. En dat is het precies wat ze je willen vertellen. Daarom hebben we het ego kan altijd de schaduw van de ander zien. Ja, hoe slecht die machtselite is, hoe slecht Klaus Schwab is en de hele rimbam en de mensen eromheen. En dat is ook zo. Of tenminste, ze hebben hele schaduwgedrag. Maar nogmaals, als je dat in je eigen privéleven hetzelfde doet. Nou, daar gaat het om. Dat is de goddelijke wijsheid. Anders blijf je eigenlijk vanuit je ego, je lager zelf werken. Oké, daar. Nou, daar hebben we het de vorige keer gehad. Seksuele verleidingen. Verleidingen van allerlei begeertes. Begeerte om geld. Begeerte om macht. Begeerte om de controle te houden. Begeerte om, nou ja, noem het maar. Giselle. Wat zij in het groot doen. Hè? Laten we zeggen dat zij de machtselite zijn. Maar het gaat allemaal hierom. Je wil vasthouden aan de buit. Of het liefst zelfs ermee vandoor gaan. Of het behouden. Ja. Schaduwwerk bij jezelf doen. Dat is het enige wat je dan kun je ook de schaduw in de buitenwereld zien. Maar het is. De ego doet het altijd andersom. Die ziet de schaduw in de buitenwereld, maar niet in zichzelf. En dan kunnen we echt niets veranderen. De lichtwerkers niet. Dan heb je dan ben je het gaan heilig. Dan. Een beetje met twee maten. Want dan vind je dat de machtselite het niet mag doen. Maar jij wel. Dus dat kan niet. Dat kan niet.
Want dan is het wat geleerd moet worden, herhaalt zich. Ook in je, dus in je persoonlijke leven. Sam, nee, niet doen. Nee, niet doen. Goed. Ja, oh, het is een pittig proces. Blinddoek voor. Niet willen zien wat er dan bij je eigen leven is. De emperor, de keizer, is al uitgelegd. Leiderschapskwaliteiten. Maar als je die gebruikt voor je eigen hachje zeker te stellen, dan zit je in de schaduwkant van de keizer. En dan kan een nieuw begin en die dwaze, de onschuld en de puurheid, ja, dat ligt dwars op de keizer. Want dat is dan leef je dus niet vanuit je intuïtie. Alles willen zien in die buitenwereld, maar blind voor wat jij in je eigen leven schept. En dan, dan heb je die onschuld niet. En de bron kan alleen maar met mensen werken, met lichtwerkers werken, die ook hun eigen onschuld weer hebben hervonden. En altijd, als die dwaas kan zijn, van iets eindigt, maar er is er ook weer een nieuw begin. En we volgen onze intuïties. Intuïtie, goddelijke leiding. En daarbij houden we ons niet vast aan wat we al hebben vergaard. Kijk, die dwaas nogmaals heeft alleen maar een knapzak. En dat wil niet zeggen dat wij hier in Nederland met alleen een knapzak kunnen leven. Nee, natuurlijk niet. Maar dat weet de goddelijke bron ook wel. Ja, dat wij hier in dit land een redelijk huis nodig hebben. En dat we ons kunnen verwarmen of wat dan ook. Maar heb maar vertrouwen dat dat wel goed komt. En maar er bovenop zitten wat je voor de rest allemaal hebt vergaard. Wat je eigenlijk niet nodig hebt. Daar gaat het om. Want als je 2 miljoen hebt, dat heb je eigenlijk niet nodig. En als je dat... Want voor de goddelijke bron is het overvloed, is de hele wereld. Dat zijn al... alle mensen hier op aarde zijn hun kinderen. En dat is het toch van de gekke dat de een hier 2 miljoen of 20 miljoen heeft en dat anderen niet te eten hebben. En dan wil ik niet zeggen dat je dat in je eentje dan aan moet pakken. Maar als iedereen zijn eigen privéleven daarin aanpakt. En vooral nu de 10% die hier geïncarneerd is om dat te kunnen zien. Dan kunnen wij langzamerhand de wereld beter krijgen. Omdat die 10% dan de rest kan meetrekken langzamerhand. En tuurlijk gaat daar ook weer heel veel tijd overheen. Dat is een proces. Maar nu is het dus de tijd dat die magiërs, die 10% creatieve elite, dit wel gaan inzien. En dat ze niet meer met twee maten gaan blijven meten. Nogmaals, die keizer, hè? Je heerschappij in dienst van de goddelijke wil. Maar er is ook een keizer die dienstbaar is aan zijn eigen hachje. Kijk, en voor zekerheid gaat. Nou, en dan ligt die inderdaad die dwaas dwars. En dan wordt het intuïtie niet gevolgd. Mijn aas van zwaard, dat is het goddelijk zwaard. Kijk, weer een hand uit die wolk. En de ace of swords zegt dan, ja, je moet alles willen wegsnijden wat niet in lijn is met wat de goddelijke wil is. Kijk, nou, de empress, ja. Altijd zeg maar vanuit die vrouwelijke energie, de empress, altijd vanuit het vernieuwende, vanuit geboorte, processen. Ja, zwaan met al jonkies. En als je ergens aan vasthoudt, kan het nooit vernieuwen. Dat is de spiegel. Leerling zijn van de geassedeerde meesters. Dat is deze. En ijverig blijven werken aan continu ook de leiding blijven volgen. Invloed van anderen. The Knight of Cups is...
ja, de onvolwassen prins eigenlijk. Dan moet ik toch weer denken aan die Prince of Cups. In de vorige reading. De onvolwassen liefdesbrenger. Met het harnas nog aan. De knight, het is geen king. En die, ja, die nog onder invloed staat van anderen. Ja, er komt altijd justice, rechtvaardigheid. Kijk, wie ben je? Ben je de koning of ben je de bedelaar? Maar je kunt beide zijn. Je kunt je naar de buitenwereld laten zien als een koning die strijdt voor het recht, voor het volk. Maar als je in je privéleven een bedelaar bent, hè, en dat ben je als je vasthoudt aan wat je hebt vergaard, ja, dan krijg je justice. Er is altijd dit is de wet van oorzaak en gevolg. En dan schep je dus eigenlijk waar je zo bang voor bent. En als jij vasthoudt aan wat je hebt vergaard, dan ben je bang voor verlies. Ja, naar binnen keren. Dit weekend ook weer. Ja, wat zie ik? De devil. Advieskaart bij je toekomst. Je wordt weer getest. En zolang jij leerling blijft, dan gaan ze weer een meesters. Maar daar ook die adviezen op volgt. En niet blind bent voor je eigen. En die blinddoek. Het in de buitenwereld wel willen zien, maar voor je eigen privéleven het blinddoek weer op doet. Ja, omdat je daarin niet die dwaas durft te zijn, maar vasthoudt aan wat je hebt vergaard. En ja, deze knight is ook een beetje egoïstisch. Of althans nog meer voor eigen belang. Ja, dit is het The Knight of Pentacles. Het langzaam lopende paard. Zorgt voor, toch wel een beetje voor vertraging. En de King of Pentacles is genotzucht in de schaduw. En zo moet ik het dan ook lezen. Genotzucht. Kijk, weer die seksuele energie, maar ook alle andere begeerten. Wordt weer voor gewaarschuwd in de nabije toekomst. En dat geeft voor jezelf lijden. En het is jammer, want de lichtwerkers zelf komen dan ook ten val. Ja, als je. Ja, want het is schijnheilig. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Dus, stap niet weer in de val. Stap niet weer in de val van de duivelse krachten. En dit wordt natuurlijk geadviseerd aan de mensen die zo'n hoog bewustzijn hebben. Die direct als ze dit horen, deze video horen van, oh ja, tuurlijk. En weet dat het je eigen angst is, tuurlijk. En dat daar niet altijd een hele slechte intentie bij zit. Maar, nogmaals, het is hetzelfde. Of je nou aan 3000 euro vasthoudt of je houdt vast aan 100.000 of 1 miljoen. Zij houden vast aan triljoen, weet ik veel. Maar het is hetzelfde principe. Dus, niet in diezelfde strop lopen. Want dan kun jij wel eens misleid worden. Dan kun jij juist... Want dan kun je juist wel eens, waar jij zo bang voor bent om te verliezen, ga je juist verliezen. Omdat jij ook niet in het licht verblijft, in je privéleven. Ja, oké, okay. Laatste. Het is er maar een korte, hier hou ik het bij. Dan clarity. Planning, releasing, illusion. Klaarheid. Krijg er klaarheid over. Helderheid. En laat dan de illusie los. En laat dan ook de illusie los dat jij degene bent die al licht is.
En de macht elite in het donker. Snap je? Want ja, ik heb het al uitgelegd. Oké, dus deze zegt, je hebt een visie en maak nu je plannen en zet het ook in beweging. En denk hoe de adelaar zijn perspectief is. En anticipeer op veranderingen voor ze eigenlijk gemanifesteerd zullen worden. Kijk, dit is ook, hè. Anticipeer al voordat dit gemanifesteerd kan worden. Dit is al een waarschuwing. Want je wordt natuurlijk weer getest. Krijg er helderheid over. Reële plannen, geen fantasieën. En ja, helder genoeg om ze ook te kunnen bereiken. Maar dan moet je wel voorbij illusies. Dit is ook een illusie. Het is ook een illusie dat jij dan al voor het licht werkte. En zij alleen maar vanuit de schaduw, terwijl je zelf ook nog in je privéleven vasthoudt aan zekerheid. Dan leef je nog in een illusie. False assumption about situation or people in your environment. Dat zijn dan valse aannames over situaties en mensen in je omgeving. Maar ook over jezelf, hè? Over de situatie dus met jezelf. Want je kunt wel heel veel klaarheid hebben over wat er buiten jou gebeurd is. Maar je moet eerlijk. So be honest with yourself. Zo wees ook eerlijk tegen jezelf. Ook over andere, others' intentions. Kijk, want als jij in je eigen privéleven ontkent. Dat jij te maken hebt ook in je relatie met een soort van duiveltje. En ook in jezelf met een soort van duiveltje, omdat jij vasthoudt aan zekerheid. En misschien heeft die relatie wel, zit die wel met geld ergens in. En ja, ga je daarom maar een beetje zo compromissen sluiten. Ja, dan kom je weer in de val terecht. Dus. En dit hele fenomeen bevat natuurlijk diepere aspecten van jezelf. Ook al denk jij dat jij niet langer met oude pijn loopt of misleidende informatie, you may be subtly influenced by fears and limitations you've unwittingly accepted as truth. Ook al denk jij dat jij niet langer met oude pijn of misinformatie loopt, dan kunnen er toch subtiele invloeden zijn, zoals angst en limiet. En dat ligt hier dan. Want als jij nog angst hebt om je werkelijk te verbinden, of als jij nog angst hebt voor verlies van geld of een tyrannieke relatie, nou, dan is er wel degelijk nog een subtiele invloed aanwezig. Dus, the eagle calls you to look deep within. Naar binnen keren. En dan komt er altijd vanuit die vrouwelijke energie, intuïtie, komen je antwoorden binnen. En dit kan ook weer een hulp daarbij zijn, qua synchroniciteit. En als je naar binnen keert, dan kan de inspiratie en de waarheid, nieuwe ideeën bij je binnenkomen. This card is telling you plan, prepare and prosper. Zo. Dat bedoel ik maar. Zo, hé. Nou, dit is wel weer ik wist het al wel. Ik denk, als ik zo snel weer een andere moet maken, dan is er natuurlijk sprake van een confronterende reading. Want zij zien de bui natuurlijk al wel weer hangen. Dat mensen in de oude val gaan trappen. En dan heb ik vooral ook voor de mensen die al menen, of die al behoorlijk wat volgers hebben, om de machtselite, zeg maar,
ja, de waarheid daaromtrent naar voren te brengen. Ja, komt die weer, hè, die aanvaarding. Het geldt voor de mensen die echt oprecht hebben uitgesproken dat ze dienstbaar willen zijn. En ook al op een bepaalde manier dienstbaar zijn. Maar dus nog met twee maten meten. En dat het voor de eigen privéleven eigenlijk nog de blinddoek opgaat. Ik ga hem nog weer voorlezen. Als jij dienstbaar wil zijn aan de goddelijke bron, kun je natuurlijk niet meer je blinddoek opdoen als het jou uitkomt. Want ja, dan krijg je gelijk weer de wet oorzaak en gevolg. En dan krijg je natuurlijk weer lijden in je eigen persoonlijke leven. Want je valt dan weer in een. Je gaat dan weer in een strop stappen. En de ander gaat er dan extra met de buit vandoor. Of je wordt misleid, of je wordt bestolen, of whatever. Maar goed, je schept lijden. Want waar je bang voor bent, dat wordt gecreëerd. 55. Dus nogmaals, voor degene. Je hebt jezelf gegeven. Je hebt gevraagd om dienstbaar te zijn voor een groter goed. Maar dan moet je ook voor het grotere goed gaan. Dat kan niet als jij privé jouw eigen hachje wil blijven redden. Als dat gaat om geld, goederen. Je moet bereid zijn alles te verliezen. En ik zeg bereid zijn alles te verliezen. Maar erop te vertrouwen dat echt waar het universum je heus niet... Dat je aan de bedelstaf komt. Hè? Heb vertrouwen. Je hebt jezelf gegeven. Je hebt gevraagd om dienstbaar te zijn voor een groter goed. Je hebt iets geschapen dat je aan het herstel van onze wereld wilt laten bijdragen. Je aanbod is door het goddelijke dankbaar aanvaard. Wees je van op de hoogte en heb er vrede mee. Jessica stuurt je een boodschap. Je bent volledig ontvangen en aanvaard door het goddelijke. Gewoon zoals jij bent. Je hoeft niets te veranderen. Wees gewoon jezelf. Wees jezelf. Maar echt je authentieke zelf zijn, is dus ook dit heel goede zelfreflectie kunnen toepassen. Want anders draag je nog een masker, anders draag je nog een blinddoek. En dan ben je nog niet jouw ware zelf. En dan handel je ook niet vanuit je ware zelf. Je hebt iets aangeboden, een gebed, een offer of een verbintenis. En soms moet je inderdaad een offer doen. En een offer zou kunnen zijn, oké, ik ben bereid alles te verliezen. Om in dienst te kunnen zijn. Maar dan moet je kunnen geven, niet moeten vastgrijpen aan wat je hebt. Je hebt iets aangeboden, een gebed, een offer of een verbintenis en de wens kenbaar gemaakt dat jij dienstbaar wilt zijn. Dat je iets aan de wereld wilt bijdragen. Je gift is met plezier omgezet in de zaadjes van hoe dit het best kan zijn. Je volgende stap hoeft alleen nog maar gezet te worden. Nou, dan hoop ik niet, hè, dat dit de volgende stap is. Kijk eens. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Dit is dan de waarschuwing. Dus stap je weer in de strop. En dat je dus eigenlijk compromissen sluit met je innerlijke waarheid. Dat je het gewoon denkt, daar doe ik dan wel die blinddoek voor op. En we zien wel waar het schip strandt. Nou, dan krijg je justice, de wet van oorzaak en gevolg. En dan schep je dus eigenlijk ook waar je zo bang voor bent. En dan kun je belazerd worden. Dan kun je weer vreselijke conflicten in je leven wellicht verwachten lijden. Leiden. Leerling zijn. Ja, eenzaam. Ja, dan kun je heel erg juist eenzaamheid verwachten. Oeps. Eenzaamheid verwachten. Schept eenzaamheid. Nou, nog eentje. En dan sluit ik hem af.
weten. Ja, de tussen twee werelden. Maar je moet naar het nieuwe leven. Allebei moeten ze daaruit. Oké. Okay. Kiezen. Bij de vorige had ik al gezegd, je kunt geen twee meesters dienen. En dat hoop je dan wel, dat je het in je privéleven dan nog maar comfortabel kan houden en voor die zekerheid kan gaan. Maar dat is natuurlijk niet fair. Dat is niet eerlijk. Dat is nogmaals met twee maten meten. Confronterend weer, hè? Ja. Is het. Kijk, je zit tussen twee werelden. Overgang. Je bent nog niet helemaal uit die vorige situatie en al helemaal met, maar ook al wel helemaal met die andere bezig. Tijdelijke verblinding. Zie? Hier. Verblinding. Voor wat betreft je eigen situatie. Kijk. Hier zegt deze kaart, vertelt je dat je moet ophouden met het doen van veronderstellingen. Je kunt nu nog niet zien wat er gaat gebeuren. Ontwikkel je nieuwsgierigheid en vertrouw op het proces van verandering en groei. Kijk, wat je wil vasthouden aan iets wat je hebt, is toch altijd angst, hè? Van, oh, maar straks raak ik aan de bedelstaf. Oh, straks word ik heel erg eenzaam. En oh, straks gebeurt er dit en gebeurt er dat. Nou, en dan ben je nog niet klaar met de lessen te leren en dan komt het weer opnieuw. Maar... En gehecht te zijn aan het resultaat van de volgende stap. He, dus, ah ja, en omdat je dan, ja, dan stap je maar weer in het oude. Nou, dat is dus die twee werelden. Tussen twee werelden van het oude naar het nieuwe leven. Kijk. Ontwikkel je nieuwsgierigheid als die dwaas voor het nieuwe leven. En vertrouw op het proces van verandering. En groei. Vertrouw ook dan op het universum. Dat het universum jou echt niet... Ik moet niet zeggen het universum, want het universum bestaat ook uit duistere krachten. Maar de bron, de goddelijke bron, jou echt niet in de steek laat. En dat jij straks niet meer te eten hebt en weet ik veel allemaal. Ja, dus, vertrouw. Je bent klaar met het leren van lessen uit ervaringen die je onlangs hebt opgedaan. Kijk, dit is iemand die eigenlijk klaar is met de lessen die hij onlangs heeft opgebouwd. Maar kijk uit. Kijk uit. Daarvoor in de plaats tussen wat was en wat er zal zijn, is er een staat van maken, te niet doen en het weer maken. Wat nu van belang is, is dat je toegeeft dat je het niet weet. De toekomst weet je niet. Maar dat is juist goddelijke leiding volgen, is vertrouwen. Vertrouwen. Ook al weet je het niet. Maar tegelijkertijd geeft het je een vrij gevoel. Joehoe, de dwaas, die is vrij. Die is ongebonden. Die... Oh, die is avontuurlijk. En die is nieuwsgierig naar wat er gaat komen. Het geeft je dus een vrij gevoel en veel kracht als je hebt losgelaten. Een mysterie dat je niet begrijpt, weeft het web van het leven binnen een goddelijk systeem van bewustzijn dat groter is dan je eigen gedachten. Gevoelens, geloof, wensen en besluiten. Wat de goddelijke bron voor jou in petto heeft, is voor jou niet eens te... bedenken. Hè? Dus dat bewustzijn is veel groter dan jouw eigen angsten van gebrek en van wat gebeurt er in die, nou, de toekomst. Kijk, de zaden die in het verleden werden gezaaid beginnen wortel te schieten. Maar wat er boven de grond komt zal misschien niet zijn wat je verwacht. Wanneer je tussen twee werelden bent, word je uitgenodigd om met de nieuwsgierige ogen van een kind te kijken. Dat voor het eerst een regenboog ziet. Kijk op deze manier en je zult niet teleurgesteld zijn. Hoor deze. Je zult niet teleurgesteld zijn. Nu is het tijd om een nieuwe energie te onderzoeken in relaties. Het is niet het moment voor zekerheid, maar eerder een tijd om te ontdekken... en nieuwsgierig te zijn. Je weet niet of het voor altijd zal zijn. Zo geef je jezelf de tijd om te onderzoeken wie je bent en wat zijn weerslag nog op je heeft. Elke relatie is bedoeld om jezelf iets te leren. Wat heb je nodig? Wat vind je leuk en wat niet? Wat vind je belangrijk? Je bent in kritische fase die je niet moet beëindigen of moet overhaasten. Dus, maar dit is het precies, hè?
Wees als die nieuwsgierigheid voor als een kind. En ja, als jij vastklampt, dan doe je hetzelfde als wat je eigenlijk wil veranderen in die buitenwereld. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dat is schijnheilig. Oké. Nieuw leven. 39. Nieuwe ideeën, groei, gelegenheden, een teug frisse lucht. Het leven vernieuwt zichzelf. Wanneer het lente wordt, voelt alles en iedereen zich blij en opgewonden, vooral van binnen. Plotseling staan de bomen na een nacht in bloei, trekvogels komen weer terug en zingen hun mooiste lied. De natuur is vol beloften. Er staan ons allemaal wonderen te wachten. Dit is zo'n moment in je leven en hoef je niet te wachten tot lente is, dat je wonderen kunt verwachten. Dit is zo'n moment in je leven dat je nieuwe ideeën krijgt, nieuwe gelegenheden, je de hoop geven dat jij je dromen waar kunt maken. Alles in je omgeving is goed en je hebt de energie die je nodig hebt om een nieuw leven te beginnen. Laat je hart zich vullen met nieuwsgierigheid en enthousiasme. Laat je licht schijnen, want nu is het tijd om gelukkig te zijn. Oude relaties worden vernieuwd. Nieuwe relaties zijn zo aangenaam en levendig dat deze je hetzelfde gevoel geven als het moment dat de winter plaats maakt voor de lente. Je moet nu met anderen in contact komen en je opwinding, passie en hartvol vreugde met een ander delen. Deze kaart is een duidelijk teken voor wat betreft de liefde en partnerschap in elke vorm. En je hebt alle reden om nu optimistisch te zijn, omdat het lijkt alsof alles in een wonder op zijn plaats valt. Nieuwe mogelijkheden herinneren je eraan dat overvloed er ook voor jou is. Wees blij met alles wat er nu op je afkomt, op welke verrassende manier ook. Blijf nieuwsgierig en weet dat waar je op hoopt en waar je over droomt zal worden vervuld. Het is alsof er plotseling nieuw leven komt in je plannen, je werk, je creatieve ideeën. Alsof ze elektrisch geladen zijn. Waardoor je helemaal enthousiast raakt over de mogelijkheden. En het geluk lacht jou toe. Zo. Oké. Maar dan weg met het compromissen sluiten met je eigen innerlijke waarheid omtrent je privéleven. Want dan kun je je licht niet laten schijnen. Want nogmaals, dan zitten we schijnheiligheid. En daar trapt de bron in. Je kunt het niet op een akkoordje gooien met ze. Je kunt het niet op een akkoordje gooien van nou, laat ik het vooral voor de buitenwereld het naar buiten brengen en exposen wat er allemaal niet eerlijk en oneerlijk is. Vind je het dan wel goed dat ik het eraan vasthoud in mijn eigen privéleven? Ja, daar trappen ze natuurlijk niet in. En daar is deze video voor. Oké, ik hoop dat de blinddoek afgaat bij de 10% creatieve elite die hier iets te doen hebben, die dienstbaar kunnen zijn. En ja, blijf van altijd leerling van de geassigneerde meesters, want ja, je zakt zo weer terug in het oude als je even niet oplet. Dank voor het kijken, heel veel liefs. En ik mag hopen dat je niet in die duivelse strop weer trapt, maar een andere stap gaat nemen. Bye bye.